versies van Adobe Illustrator is het phone browsen onderhand gepakt. Selecteer je bijvoorbeeld in je artwork een stukje tekst, dan dit kan zowel tekst op een pad zijn als tekst in een vlak, kun je in de character drop-down de vernieuwde filters zien. Je kan filteren volgens klasses en eigenschappen zoals je eigenlijk gaat zoeken in Adobe Fonts. Filter opheffen doe je door op Clear All te klikken. Je kan je favorieten uitfilteren. Om favorieten aan te maken, voeg je in je fonts, achter je fonts een sterretje toe. Dit kan je bijvoorbeeld doen bij fonts die je vaak gebruikt, zoals huisstijlfonts van je klanten. Je kan gaan filteren op recent toegevoegde fonts. Of je kan gaan filteren op geactiveerde Adobe fonts. Wat is er nog verbeterd? Je kan via deze drop-down eigenlijk gaan kiezen welke tekst je kan, welke sample tekst je weergegeven ziet in je drop-down. Je kan kiezen voor kapitalen, de Quick Brown Fox of de cijfers en de interpuncties. Je kan daar ook de grootte van instellen. Het filteren op gelijkaardige fonts zit vanaf nu hier achter de sample tekst. Dus hier kun je, als je deze tildes aanklikt, kan Illustrator voor jou gaan zoeken op gelijkaardige fonts. Wat is er nog verbeterd? Je kan ook bij je font achteraan zien welk type font het is. In dit geval TrueType, OpenType, gesynchroniseerde Adobe fonts, variabele fonts, SVG fonts. Zo weet je steeds welk type font je geselecteerd hebt. Wat is er nog verbeterd? Bij het hoveren door de fonts, heb je misschien al gezien in de achtergrond, gaat Illustrator eigenlijk de geselecteerde tekst previewen in de font waar je over hovert, zonder dat je deze daarom al geselecteerd hebt. Ik ga nu even voor dit font. Wat kun je nog? Bij een selectie van een stukje tekst kun je ook gaan previewen op de geselecteerde tekst, om zo binnen je tekst bijvoorbeeld een klemtoon te leggen. En zo heb je in de vernieuwde versie van Illustrator een vernieuwde font browsing die het zoeken naar de geschikte font visueler en minder tijdrovend maakt.